Minister Albert Ramdin en minister Armand Achaibersing hebben geen ruzie met elkaar. De afgelopen dagen zijn er op social media berichten verschenen als zou er ruzie zijn tussen de twee bewindsmannen. Beide ministers verwijzen deze beweringen naar het Rijk der Fabelen. Minister Ramdin van Buitenlandse Zaken zegt dat de regering de keus heeft gemaakt om de economie van het land gezond te maken. En dat is wat ze doen. Minister Armand Achaibersing en ikzelf zijn nadrukkelijk betrokken bij hetzelfde traject. In termen van de gezondmaking van de economie. We doen het werk samen. We trekken samen op. Er is absoluut geen sprake van een conflict. Er is absoluut geen sprake van meningsverschillen. Wij hebben gelukkig, misschien omdat we ook voor een groot deel uit het bedrijfsleven komen, dezelfde aanpak. We hebben hard gewerkt. De visies worden met elkaar gedeeld. En we zorgen ervoor dat we dat doen op een manier dat goed is voor het land. En dus al dit soort verhalen die worden verteld, die moet u echt, in ieder geval uw tijd en uw energie niet eraan verspillen. Dat heeft absoluut geen zin. De regering is een eenheid. De minister van Financiën en ik zijn niet alleen vrienden, maar ook partners op weg naar een stukje gezondmaking van de Surinaamse economie. Ik vind het wel triest dat men probeert een wicht te drijven binnen de regering en tussen ministers. Ook minister Achaibersing van Financiën en Planning liet weten dat er geen spanning is tussen hem en minister Ramdin. Hij benadrukt dat het absoluut niet waar is dat hij wil bedanken als minister. Want ze denken dat we... Ja. Minister Achaibersing, we horen er is een spanning tussen u en de minister van Buitenlandse Zaken. Ja, dus... Is er een spanning tussen ons? Ja, dus wat moeten we nog meer doen? Ik heb ook begrepen dat u wil bedanken als minister. Bedankt. Ik sta hier en ik ga naar de RVM, dus u mag zelf uw conclusie trekken. Dus ik ga het niet bedanken? Ik ga niet bedanken, daar heb ik geen reden toe. Ja, ook niet last van gesjoemel binnen de VHP zoals in de app stond? Nee hoor, echt niet. Ik weet niet waar dat bericht vandaan komt. De relatie tussen minister Ramdin en mij is heel erg goed. Wij werken goed samen, wij trekken samen op. Dus dit bericht wat de Ronde doet, kunt u als fake bestempelen. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning was dat. Hij en collega Albert Ramdin verzekeren dat er geen ruzie binnen de regering is en ook niet binnen de VHP.